sorry? Oh, dat komt allemaal. Dingen die anders zijn dan de single show. Nou, we spelen andere liedjes ook. We hebben set issues. Oh, nice. Wat mij opviel bij de repetitie gisteren, was dat die backing vocals niet. In plaats van die trui, is een zwart spijker, ja. Dus die moet je even ook proberen. Johan, t-shirt. Twee paar schoenen. Nou, Geert gaat voor het eerst in zijn leven een kreukelvrij t-shirt aan hebben. Dat is toch wel een bijzonder iets. Toch? Een celebration. Dat ik nog wel... deur helemaal open houdt terwijl de intro stelt. Ja, zodat ik gewoon daarna het podium op kan lopen. Ja, het is ook, want het is random als je halverwege dat intro de deur open doet. Dus gewoon zodra zij het podium oplopen, gaat die deur open en dan blijft hij gewoon open tot ik ben. Heb je een mic dan al in je hand? Ja, die ligt hier. Heb je mijn fanny pack gezien? Jawel, jij zegt precies als ik opgegooid ben, toch? Ik denk terwijl ik de trap of zo oploop. Ik moet even kijken, jullie. Ja, maar die is echt dicht. De auto heeft u helemaal nog goed gezet, man. Wat voor dikkie, man. Ten eerste. Ja, maar. Zal ik dat nu doen, Johan? Nou, mag ik even 2 minuutjes in mijn eentje in de kleedkamer? Ja, dat zoek ik. Sinds dat Beetje Vrijheid uit is, echt de hele tijd is al mijn nummer 1 liedje op Spotify. Ik was met mijn dochter in december bij Antoon. Okay. En daar was ik heel erg verrast door dit mooie talent. En toen had het over zijn optreden hier in Paradiso. En ik ben nu eigenlijk voor het eerst met mijn zoon van 14 zoiets aan het doen. Jij wil niks anders dan zij zijn, maar zij zijn voor mij. Niks anders dan meisjes die klein zijn. Paradiso! Je laat me niet los! Oh, ik wil alleen een beetje vrijheid. Ja, ja. Je laat me niet los! Oh, ik wil alleen een beetje vrijheid. Ja, 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 ja. Je laat me niet los! Oh, ik wil alleen een beetje vrijheid. Ja, ja. Je laat me niet los! Paradiso, 1000 maal, 1 miljoen maal dank.